wij organiseren Nedernacht. En Nedernacht, dat is een festival in de Nobel. Waar 6 bandjes, of bands, spelen. In de zalen van de Nobel. De Nobel heeft 2 zalen. Een grote zaal en een kleine zaal. In elke zaal spelen 3 bands. En die hebben een change-over tijd van 15 minuten. Dus je kan tijdens change-over kan je naar een andere zaal lopen. En dan is dan weer een andere band bezig. Dus het is eigenlijk een avond, nacht vol met Nederlandse muziek. Van Nederlandse bodem. Dus dan Nederlandstalig of Engelstalig maar gespeeld. En gemaakt door Nederlanders. En dat zijn dus allemaal bandjes, zijn geen losse artiesten? Nee, dat zijn allemaal bands, ja. En zijn er grote namen die komen, of die mensen die misschien kennen? Ja, het zijn allemaal grote namen, want we hebben echt hele leuke bands uitgenodigd. Ten eerste Ommerdijk, dat is de Dijk Tribute Band. We hebben Los, dat is een nederpopband, die natuurlijk wel heel bekend is in Leiden. Die vaak speelt op 3 oktober en Lakenfeesten. Dan hebben we de Slechte Band, ook onder de fans, ook een bekende Leidse band die vaak te zien is. Nou, dan hebben we Kwijt Simpel, omdat zijn band die komt uit de Bollestreek. En die is daar heel bekend. En die vonden het leuk om eens een keertje in Leiden in de Nobel te mogen spelen. En die spelen van alle soorten Nederlandstalige muziek. En dan hebben we nog buiten Leiden om hebben we 2 fantastische leuke bands geregeld. En dat is de Skeftum. Die spelen alle nummers van de Golden Earring. Dat is een Golden Earring tribute band. En dan hebben we nog Streets. En dat is een Herman Brood tribute band. Dus volop Nederlandse bands. Ja. Op Nederpop. Op Nederpop, ja. Van hoe laat tot hoe laat is het? Het begint om 9 uur. De zaal is om 8 uur open. En de bands die spelen tot 1 uur. En daarna hebben we nog een DJ-set van Drive Me to the Moon. Het is ook een bekende formatie die ook heel vaak te horen is. En die gaat door tot in de late uurtjes in de Nobel. Totdat iedereen naar huis moet gaan. En is er nou dit jaar iets anders dan voorgaande jaren? Nou, dit is de 2e keer dat we organiseren. Dus vorig jaar hadden we andere bands. Maar in principe is het concept hetzelfde. Dus, en dat is juist leuk dat er 1 keer in het jaar gewoon een volledig avond, nacht met allemaal Nederlandstalige muziek te horen is. Of bekende nummers van gemaakt door Nederlanders. En wat dat betreft zal het niet heel erg anders zijn dan vorig jaar. En vorig jaar was het succes, dus ik verwacht dit jaar weer een mooie avond te kunnen. Hoeveel bezoekers waren er vorig jaar? Er waren iets van 500 bezoekers. Oh, ja. Oké. Nou, dat is behoorlijk wat. Dus we hopen dit jaar daar ook weer aan te komen. En het ziet er goed uit. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, mensen, kom. Ja, kom langs. Wat kost het allemaal? Wat kost het allemaal? Het kost €16,50. En de kaartjes kan je kopen via de Gebroeders de Nobel of ook via de website van de Nedernacht. En dat is www.nedernacht.nl. 16 februari, Nederpop of Nedernacht in de Gebroeders Nobel. Koop je kaartjes en heel veel succes. Ja, zeker. Ook 's avonds. Altijd thuis in Leiden. Met de lekkerste hits.